Dames en heren, daar zijn we weer. Vandaag gaan we niks anders doen dan heerlijke pakketten openen. Wheelie rewards en gegarandeerde pakketten. Zien jullie hier die staan, mensen, die lekkere Ronaldo nou? Die ga ik packen. Ja, het is zover. Die ga ik packen. Voor je gaat beginnen de packs openen, wil je nou PlayStation Plus kopen met 30% korting? Ga naar ikwildegroep.nl. 60 euro, nu 42 euro voor een jaar lang PlayStation Plus. De actie is nog minder dan 10 dagen geldig, dus ik zou opschieten als ik jou was. En we hebben zoek naar Google Tegoed, ga dan ook naar ikwildegoed.nl. We verkopen er tegenwoordig ook Google Tegoed, dus heb jij een Google telefoon, Android, wat dan ook. Ga naar ikwildegoed! Mensen, oké! Dan zijn we dan, we gaan eerst even de FUT Champions Rewards. Helaas, goud 1, geen elite deze week. Jammer, maar helaas. Helaas, Kaulo, pindakaas. Wel 5000 munten, 200 capex. En kiezen speciale spelers, speciale items. Niet 3, beetje jammer, en dus geen elite packie, helaas. Maar maakt niet uit, want ik krijg toch Ronaldo. Dan komt namelijk de eerste, en daar komt Ronaldo. Ah, Manolis is best goed trouwens. Ja, je gaat natuurlijk nooit voor Mitchell of Koopmeijers. Acerbi is ziek slecht. En die Manolis is gewoon een goede kaart. Die is echt goed. Wat is hij waard? Wat is Manolis? Die is echt goed. Manolis is gewoon echt een goede kaart. Die is denk ik wel een paar 100k. Ik ben helemaal niet ontevreden. Manolis. Kijk die stats. Beste kaart ooit. 165k. Dat is echt helemaal niks. Dat is echt absoluut helemaal niks. Waarom is hij zo laag? Hij heeft toch ziek goede stats? Ben ik nog gek? Ja, hij kan niet schieten. Maar ja, boeien. Hij heeft ook niet echt goede pasingen. Oh wel, korte paas, lange paas, 95-97. Ja, wat heb je nog meer nodig? Oké, de volgende, kom op. Geef mij Ronaldo. Oh, Steven de Vrij, hotsekideetje. Lekker. Twee verdedigers waar je eigenlijk geen tijd aan hebt. Ach, wel ja. Die is 90k, niet heel best. En Szczęsny is 61k. We hebben Dessers, die zal ook niet veel waard zijn. Die wel goede stats heeft trouwens. We gaan toch voor de Vrij. Ja, de Nederlandse trots. Toch even binnenhengelen. Nou, dit is toch prima. 95 en 93 is op zich. Oh, is op zich goed. Niks mis mee. Hebben we nu nog, uiteraard, lekkere pick. Ik heb trouwens ook nog, dus ik niet te denken. De Division Rival pakketten. Ik ga een keer voor tradable. Tradable. Aangezien die untradables zijn leuk, maar dan heb je natuurlijk geen reet aan. Dus even heel eerlijk zijn, hè? Ben ik even heel eerlijk met jullie? Dat zeg ik gewoon echt heel eerlijk. We hebben een zeldzame gouden spelerspakket. Wel ja. Zullen die ook even openen? Dat doen we maar even. Godsamme, nou. Dit is niks. Nee. Waarom open ik deze überhaupt? Ik open ze omdat ik ze moet openen, maar waarom laat ik dit zien? Mensen, zijn jullie al geabonneerd op mijn kanaal? Ik heb gehoord, als je abonneert op mijn kanaal, dan ga je in het Team of the Week, of in het ding van Ben Yedder, want die komt vanavond uit. Wil je daar nou voor packs voor openen? Nou ja, ik ga niet zeggen waar je naartoe moet, maar op zich zou je, ik wil er goed kunnen gaan. Wil je nou denken van, nou, ik wil Ben Yedder packen, of Mbappé of Neymar, dan moet je even abonneren op mijn kanaal. Want dan ga je hem zeker packen. Oh, maar is niet slecht. Oké, nee, 7k, dat is helemaal goed. Dan gaan we hem meteen weer lekker opzetten. Hartstikke ideetje. Okay, ik moet nu even onthouden, als ik rare spelers krijg uit de Franse league, dat ik die dus even, als ik even goed nadenk, die moet ik niet discard. Rare spelers uit de Franse league. Kijk, dit is de Duitse league. Die is al een tijdje voorbij. Dus die zijn niks meer waard. Die kunnen gewoon weg. Maar ook die andere, Italiaans, moet ik ook niet discard. We hebben nog een mega pakket en 2 Jumbo 50k pakketten. Ga ik nou de gegarandeerde packages doen. En nog wat Serie A packages. Dat ik toch nog even die Ronaldo ga krijgen. De pack moest ik wel bewijzen. Dus ik heb op zich wel even een Ronaldo. Ja. Hoppa. Geen walkout, jammer. Ik heb dus het gevoel dat ik die Neymar ga krijgen. Die Neymar Team of the Season, die is aan mij besteed. Die heb ik nou ooit al gepackt. Yo, Neymar! Oh mijn god, ik heb Neymar! Wel een aantal jaar geleden. Hé, kijk, die is nu gewoon 3k. Hoppakee, absoluut niet. 2k. Wel ja. Oké, gaan we door. 100k pings, mensen. Let's go. Komt de allereerste. Oh, ja. Het is een walkout. Kom op, geef wat goeds. Spaans. Niet Piqué. Ramos, lekker. Oké, niks mis mee, Ramosje. Die is 89, helemaal lekker. Ik ben hier gewoon tevreden mee. Ramos is goed. Ramos is een goede speler. Hartstikke idee. Hoppakeetje. Die is 30k. Mwah. Ja, ook niet heel denderend om eruit te zijn, maar. Oké, eens even kijken. Hebben we er nog één? Hebben we nog een 100k packje? Laten we hopen dat we hier ook wat goeds in krijgen. Geen wat goeds. Kom op, dit ziet eruit als een lekker borderspelletje. En geen. Oh, mijn. Oh, zo, mijn stoel zat een stuk verder naar achter dan ik verwacht had. Oh, wat slecht. Oh, Lucas Leiva. Dan zeg ik. Jezus. Oké, ga ik nu even die packjes doen en dan zie ik jullie zo weer. Oké. Ik heb even 8 van die Serie A packjes gedaan. En de 2 gegarandeerde packjes. De gegarandeerde Serie A en de gegarandeerde Eredivisie of CSL. Ik hoop heel dat ik een Eredivisie spelen krijgen, want ja, wat moet je met een Chinees? Helemaal niks! Ik wil geen Chinees! Niemand wil een Chinees! Oké, laten we maar gaan hopen dat we wat goeds krijgen ook met deze Serie A pakketten. De eerste krijgen we geen walkout. Ik hoop gewoon heel erg om wel even een tienerziertje te pakken. Zou ik toch wel lekker vinden. En toch, als ik even heel eerlijk ben, toch wel Ronaldo. Ja, even lekker een Ronaldootje. Kijk, dit is ook alweer goed hoor. Oh, we krijgen gelijk een tienerziertje. Oké, Portugees. Oh, Italiaans. Oh, wie is dit? Oh, dit is niks. Ofwel, Isinje! Dit is Isinje! Dit is goed! Yes! Isinje is goed! Een van de beste!
Oh mijn god, dit is goed. Jongens, de packkoning laat het weer zien. Hoppakeetje, 400k. Jawel. Incineage 1,63 is wel vrij klein. Fucking goede kaart. Kijk nou, wat een stats, jongen. Heerlijk. Incineage. Nou, dit is wel even werelds, hoor. Ik dacht, dit is Acerbi of zo die ik ga krijgen. Of Berardi. Kijk, maar Insigne, echt goed. In de tweede al, wat de heck. Lekker. Vind ik heel erg lekker. We gaan gelijk door. We gaan er gewoon nog veel meer packen, want ik voel het gewoon. Dan komt de volgende al. Dan komt de volgende. Back to back. Back to back. Portugal. Oh nee, niet weer Insigne. Oh, Berardi. Ja, nu Berardi, ja. Dit is heel slecht. Maar die... Wat is dit? Gewoon twee Tunesiërs al. Dit is echt bizar. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. En Bonucci. Bonucci. Wat een meme. En Berardi, die is niks waar. Die is 30k. Nee, die is ook niet heel goed. Die is niet echt goede stats. Die Insigne is echt lekker. Uit de drie hebben we twee Tunesiërs. Dat is bizar. Dat is ongelooflijk. Hier krijgen we weer borden. Nee, geen borden. Helaas. Nee, je kan niet altijd geluk hebben in het leven. Ik heb het wel vaak. Maar nu even niet. Als het met mijn pack lukt, als het zo doorgaat. En dan straks even die Ronaldo uit het gegarandeerde pack. Die zou toch wel lekker zijn, moet ik zeggen. Zou ik niet ontevreden zijn. Dit is weer niks, hè? Nee, dit is weer niks. Dit is jammer. Persoonlijk stuit het mij tegen de borst. Omdat ik dit jammer vind. Bonaventura en Nkulu. Nee. Dat is niks. Nee, dat is niks hoor. Gaan we door naar de volgende. Ja, het zijn weer borden. Dit is weer... Nee, het zijn geen borden. Ach, wel ja. Sanchez en... Ah! Het was gewoon boem, man. Nou, het was even heel goed deze packs. Maar nu is het even weer heel slecht. We hebben wel die Insigne pack. Dat is legit echt voor mij top 5 van die spelers. Je hebt die Nainggolan, die is goed. Ronaldo natuurlijk. Dybala. Wel ja. Wat gaan we hierin krijgen? Niemand minder dan. Dit is de borden. Ja. Het is helaas geen Walker. En ook geen Team of the Season. Niemand minder dan België. Ah, Lukaku. Lukaku. Ongelooflijk. Nou, gewoon een lekker kaartje. Niks mis mee. 10k. Hij heeft wel Team of the Season natuurlijk, maar als SBC. Deze waren wel goed, als we heel eerlijk zijn. Gaan we nu deze openen? Ik hoop op Promes, want die is gewoon de beste kaart. Die is echt niet normaal. Laten we hopen dat we Nederlands vlag krijgen. Alsjeblieft. Geen Chinese vlag. Alsjeblieft geen Chinese vlag. Alsjeblieft geen Chinese vlag. Niet China, niet China, niet China. Oh mijn god. We krijgen een stink Japanees. Dit wil niemand. Liang. Vieze Chinese hoerenslet. Oh, dit is echt helemaal niks. Dit is niks. Oh, 13k voor Liang. Dit is niks. Nee, dit is helemaal niks. Dit is echt zonde van mijn geld. Zonde van mijn geld. Komt de volgende. We gaan hier de Portugese vlag zien. En dan gaan we juichen met z'n allen. Heb je nog een duimpje omhoog? Nou, doe het nu. Want we gaan nu de Portugese vlag te zien krijgen. Kom op. Doe even een zonnebrilletje op. Want we gaan hier de Portugese vlag te zien krijgen. De zonnebril staat een stuk, want die ben ik op gaan staan ook. Daar komt hij dan. De Portugese vlag. Komt u maar. Kom op. Kom op dan. Geef me die Portugese vlag. Niet Italië. Portugees. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, die heb ik al. Dit is niks. Dit is helemaal niks. Meine Güte, Berardi. Dit is niks. Ja, dan moet je inleveren in de SBC of zo. Ja, ik heb een tiefe. Target eliminated. Om mijn Insigne te eren, ga ik even toch wel even kijken hoe die speelt, die vent. Ik denk dus echt dat hij goed is. Als je zo kijkt, hè. Als je kijkt wat voor team ik nu heb. Ik denk wat voor team ik laatst had. Zeg maar, voordat de Tune Season begon. Zit toch wel vrij goed, moet ik zeggen. Het is toch wel een vrij aardig team, hè, als ik deze bank zie. Wel ja, wel lekker team. Bied niks mis mee. Natuurlijk ook een lekker Matheusje gepakt. Ja, dat kan ik nou niet op. Ealingville. Nou ja, wel een aardig teampje op zich, moet ik zeggen. Ja, zo aardig teampje. Niks mis mee. Nee, schrijf ik er 10. Ik moet trouwens meteen gaan wisselen zo natuurlijk. Maar ja, moet natuurlijk wel. Maar ik wil eigenlijk niet zonder uithalen. Dat vind ik wel heel zonde. Ik ben nu wel op het level. Oh mijn god. Oké. Ik ben nu wel op het level dat mijn team dusdanig goed is. Dat het echt zonde is om een speler eruit te halen. Want die Charizard is ook heel goed. Nou. Maar kijk nou deze. Zo, ik spuug helemaal bek vol. Dit is toch bullshit? Ik kan hier met mijn kop niet bij, joh. Kijk hoe die daar weer langs komt, man. Ik sta gewoon tegen die vent aan. Het spel is zo slecht soms. Mensen, geloof mij nou. Ik heb er een dwerg in gebracht. Dit is goed, dit is goed. Insigne, gaan, jongen. Insigne. Insigne, Insigne. Hoppakeetje, 1-1. Heerlijk, wat een goal. Lekker zeg. Het stond met de dab. Insigne, het stond met de dab. Het stond met de celebration. Stond met de celebration, de dab. Wat heerlijk binnengeschoten trouwens door ons Insigne. Lekker zeg. Heerlijk gedaan. Niks mis mee, Lorenzo. Hartstikke ideetje. Dit deed hij echt goed. Die bal was goed hoor. Maar daarna had hij even die speler uitkapte daarvoor. Ja, goed. Insigne, lekker. Oh, wat kut. Dit is jammer. Oké, mensen, het staat rust. Het staat 0. Nee, dat is niet waar. We staan in. Ik heb 1 schot op goal, hij 2. Fantastisch leuke wedstrijd. Hartstikke idee. Dan gaat Insigne. Speel hem nog iets verder voor jou de volgende keer, bieten. Zijn maximum. Ah. Goed. Zijn maximum. Boom. Ah, jammer. Als je Insigne het op fysiek moet afleggen, dan wordt het toch wel vrij moeilijk, moet ik zeggen. Op snelheid kan hij op zich wel langskomen. Want ja, hij is wel gewoon snel. Wat is dit voor sliding dan? Lekker, die Matteo speelt echt goed, jongen. Dat is wel een heerlijke kaart. Dit is goed. Oh, oké, ik duw hem gewoon onver. Het mag gewoon. Goed. Royce, boom! Nee, jongen. Oh, ik had even door moeten lopen. Ik had ruimte. Ja, ik kom er wel steeds beter in de buurt, maar ik denk gewoon niet meer dat ik ga scoren. Maar ik wil gewoon niet verliezen ook. Dus ik ga proberen om even ook gewoon geen goal tegen te krijgen. Oh.
Nee, ik trap hem om de vek, ik trap hem de tyfus in. Oh nee. Ah nee. Ik wil die bal wel zien, trap ik hem de tyfus in. Ah nee. Ja, ik red hem. Wat lekker. Het is afgelopen. Oké, in ieder geval niet verloren. 1-1. Fantastisch resultaat. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik zie je met een mooie goal. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie je graag bij de volgende video. Zeg, like video en abonneer de volgende keer. En ik zeg, doei. Later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbes... Een man doet de deur open en staat politie voor de deur. De politie zegt, ja, meneer. Het lijkt erop alsof uw vrouw geraakt is door een vrachtwagen. Waarop de man zegt, nou ja, ik weet misschien niet de mooiste, maar ze is wel heel aardig. Stuur nieuwe moppen naar Instagram. Cool.